Oh, wat een mogol, jongen. Oh mijn god. Oh mijn god, dat weet je niet. Yo, ik word gedidos, defend mij. Yo kijkers van Gewoon Gerlof, leuk jullie kijken naar een nieuwe video op mijn kanaal. In deze video laat ik een booter bannen en daarnaast een vriendje ook geband, maar ik weet niet, volgens mij heb ik dat niet gerecord. Zijn IGN is ping lagger. Ja, lagger, ping. Nice IGN, dude, nice IGN. Ja, ik heb hem dus, we wouden zeg maar zijn base rushen. Het is wel een beetje een oude clip nog, maar ja, het is eigenlijk van een week terug ongeveer. En toen is hij dus geband voor booten. IP-logger ook. En hij heeft daarna ook toegegeven op Discord dat hij mij heeft geboot, maar dat het moest van een vriend. Nou jongens, ik kan jullie vertellen, ik heb 2 IP's. Ik speel nog gewoon op een IP wat geleakt is. Maar dat doe ik gewoon puur om achter zo'n soort mensen te komen. En als ik voor school bezig wil, et cetera, kan ik gewoon op dat andere IP gaan. Zonder dat dat beïnvloed wordt. Dus, vandaar kan dat dus gewoon. Maar ja, dan word ik gewoon gerevived. Done. Niks aan de hand. Word jij dus ook gedidelst? Reporter bij Blazer Cooper. Hij kan die mensen bannen. En als jij nou tegen DDoS'en bent, drop dan even een like op deze video. Want DDoS'en is voor faggots. Fuck is zielig. Je moet gewoon met skill winnen, vind ik. Het is gewoon zielig. Meer woorden heb ik er niet echt voor. Ik heb daarna nog wel met Pinglinger lopen chatten op Discord. Ik heb het hem ook uiteindelijk vergeven. Hij is daarom nu ook ge-unblacklist. Ja, ga er maar niet van uit dat jij, als jij boot en je wordt geband, dat je dan zomaar ge-unblacklist wordt. Je moet je dan kopen bij Blazer Cooper. Ik weet niet hoe duur dat allemaal is, maar dat moet je dan bij Blazer Cooper zelf zijn. Jongens, kort verhaal. Lang verhaal kort houden. De video gaat nu beginnen. Dit was de intro. Like deze video als je tegen DDoS'en bent. Abonneer op mijn kanaal als je nieuw bent. Op naar de 4000 abonnees. Bedankt voor jullie support. Laten we maar snel beginnen, jongens. Let's go. Iemand pro. Oh, ik kan niet proberen. Kut, sorry. Geil op jouw pro. Oh, mijn god. Oh, andere kant, jongens. Andere kant. Oh, wat een mogol, jongen! Oh mijn god. Oh mijn god, dat weet je niet. Yo, ik word gedidelst, defend mij. Ik word geboot, defend me. Ding, lekker. Doe het scherm eruit. Ja. Op de weg hebben we nu gefrustreerd. Hallo. Kan je scherm delen doen? Jawel, moment. Dan sluit ik even mijn dingen af. Nee, ik hoef dat niet. Je wat? Ja, we moeten even mijn andere ding afsluiten. Anders gaan we mijn PC helemaal aan elkaar uitleggen. Hallo, kan jij een screenshot daarvan maken? Van dit? Of wat zie je nu? Ik zie app data, Minecraft, ook wat downloaden. En ik zie Discord, Firefox wat downloaden en zo. Maar history van niet downloads, maar van searches. Ja, dat is dit. Ik gebruik dit nooit. Moet screenshot maken. Ik weet niet waarom dat zo is. Nou, het zal wel. Ik kan bij jou niks vinden. Maar van de IP-logger wel, dus de plant. Zo. Oeh. GG's. Mijn vragen? Maar hoe bedoel je? Ik heb gedidost. Ik heb helemaal niks gedidost. Dat zag er redelijk suspicious uit en je had gebruikt een webbooter recent, dus. Oké, maar ik heb mijn koop of niet? Ik heb helemaal geen webbooter ooit gebruikt. Ja, dat is ook een leugen. Je hoeft niet te liegen. Dus. Nou, denk ik. Maar kan ik unban kopen of niet? Ik kan een gum unban kopen. Moet je met hem gewoon regelen. Ja, een unblack is best wel duur, maar... Dat hoe duur is dat dan? Wat ben je nu? Een unblacklist is 40 euro. Hey, wacht. Zie je PayPal? Allee, wacht. Ik ga rood. Wat zeg je? Nee, ik zei rood. Op PayPal. Kan die, heb je... Wacht. Volgens mij wel. Jammer jongens, ik had beter verwacht.
Ik word je nou weer beter? Ik heb niks gedaan. Nou ja, ik leekte er gewoon volledig uit bij jullie base. En dat is niet zomaar. Ik mij de schuld geven. Wat? Ik doe niks hier. Ik had gedacht dat jullie het niet zouden zijn, maar ik dacht, laten we toch maar even screen sharen. En, ik heb helemaal niks gedaan. Toch een webboot eruit. Nee, jij niet, maar je vriendje wel. Hoezo krijg ik dan, Ben? Ik weet niet, wie is er nou van de pinglinger, toch? Ja, diegene die nu praat is pinglinger. Ah. Ik ben niet eens ping, Ben, hoor. Jij bent toch pinglinger? Nee, ik ben op de weg. Ik ben waarom praat je dan als pinglinger? Huh? Waarom praat je dan als pinglinger? Waarom zou jij zijn Ben betalen? Oh, ik dacht dat ik een Ben was. Ik wou net zeggen, what the fuck? Pinglinger heeft mij dus geboet. Oh. Helemaal niet, ik heb helemaal niemand geboet. Stop maar met ontkennen, jongen. Het boeit jou ook niks meer. Je bent nu een gegunband. Je kan niet meer spelen, tenzij een unband koopt. En even goed nadenkt waarom je mensen boet. Kijk, je ontkent, dus ik kan je nu ook niet gaan uitvragen van waarom je het hebt gedaan. Het is gewoon sad, weet je. Gewoon niet doen. Dus je kan nu wel een beetje grappig lopen doen van, ik boet je niet, maar... Dude, nou ja, iedereen ontkent. Het ligt niet. Ja, iedereen ontkent toch. Fuck a sad. Maar ja, Blazer Cooper, ik word er nu gewoon uitgeboet. The fuck, yo. Fucking zielig, die pinglegger. Kijk jongens, dit is de Discord. Hallo. Waarom boot je me, pinglegger? Ik boot jou niet. Ik lag er serieus weer uit. Terwijl ik met jou in call zit, gozer. Ja, ik ben het niet, dus ik weet niet wie jij denkt. Nou ja, What the fuck? Pinglegger, wacht, Gerlof. Ja. Mag ik op de nieuwe video kijken? Ja, jij mag hem als eerste zien, hoor. Oh, echt? Ik heb dit ook gerecord. Als Ping, als hij niet zijn excuses aan gaat bieden, dan... en gewoon zegt dat hij heeft geboet, dan doe ik het gewoon rustig in een video. Doe alsjeblieft die boot. Dan ziet de hele community dat deze guy aan het boot is. Nou, ik heb niet geboet, dus ja. Nou, Paladin ligt niet. Gewoon je excuses aanbieden en ik vergeef het je als je gewoon nooit meer boet. Maar ja, dat doe je dus niet. Dus ja, gozer, we zullen zien wie het laatst lacht, jongen. Mij boeit het niet. Ik kan zo op een andere IP gaan, maar ik blijf gewoon lekker op dit IP spelen, want dan kom je lekker achter de booter zoals jij. Nee, ik boet helaas toch niet, dus. Nou, we gaan het zien, jongen. Paladin ligt niet, man. Paladin. Nou ja. En vlak na die call stuurde hij dit naar me. Nou ja, goede admit dus. Dus hij loog gewoon de hele tijd. RIP. Ja, hallo. We proberen jou al 8 uur te bereiken. Ja, we hebben een booter laten binnen. Hey, kom snel. Ik zit te kijken. Ik zit kom maar. In onze trap? In onze oude base. Oude base 4 man. Ik kom maar, kom maar. Er staan 4 man in. Ja, er zit... Ja, help. I got him, Ja, je hebt iemand. Ik check. Ja, ik moet gaps halen, ik heb er 3. Ah, ik ken weet niet. Hé, hey, help me. Tags even in de trap, tags even in die oude stick, hè, kom zo. Hi, ik heb ze getagd. Ik check een keertje. Two. Ze zitten met steen op mij. Ik ben meneer. Gerlof, ben er. Oké, hé. Gerlof, kom je of wat? Ja, hun help. Hun zitten die fighten, hun fight in de trap. Hij pakt ze afdijs. Kijk, nu naar beneden. Wacht, ik pak die house thing. Hé, hey, zit hierin. Iedereen kom. Help mij. We hebben eentje in de trap. Hier, blok het op, Lidl. Lidl blokken. Ik kom, got one. Hé, hey, help mij gelijk. Oh, jij hebt hem, ook dacht jij bent dood. Help mij gelijk. Ja, lekker. Hey, wat heeft die Roysie voor fucking dikke cheat? Ik doe alle hekjes hier dicht, zodat ze niet weg kunnen. Nou, lof, ik zal je even helpen. Wacht even. Got one. We zijn. Hoeveel man is hier? Nog één. Nee, bam. Mij is ons.
Zijn ze nu 1? Nee, 3, 3. Oh, dacht al. Waar gaan ze zo bezig rushen? Hij is out. Hey, iemand. Oh nee, nu gaat hij al die zijns pakken. Die... Alle, ja, pak die elevator. Hij is hier up en hij is hier. Oké, ik wil gewoon. Nee. Ik heb niet cool. Chase hem al. Ja. Ja, chase hem tot zijn base. Chase hem tot zijn base. Weet je lore is, jongen, is. Jump in zijn fall trap. Jump, geef endpuls. Alright.